Dharek Kalicic, uh, u bent nu de komende twee jaar uh, trainer van Roda. Um, ja, twee weken begint al de competitie, dus ik denk een onnoemelijke klus. hè? Ja, dat klopt. Uh, ja, Roda kent natuurlijk, uh, ik weet wat u bedoelt, Roda kent natuurlijk de afgelopen vier, vijf jaar uh, hele rumoerige tijden. En uh, ja, dat, uh, dat was eigenlijk ook een van de redenen geweest waarom ik deze job heb aangenomen. En, uh, uh, om, uh, om hopelijk een steentje, steentje bij kunnen dragen met al die mensen uh, hier die bij Roda nu betrokken zijn. En uh, om, uh, om Roda weer uh, stabiliteit terug te brengen. En daarmee ook Roda hopelijk naar de volgende stap toe te kunnen brengen. En de volgende stap is handhaving eredivisie. Dat zou logische, logische denkwijze zullen zijn. En, uh, we moeten nog natuurlijk even kijken hoe dat allemaal uh, zou gaan verlopen. Maar uh, wat het allerbelangrijkste is gewoon nu dat het. Uh, dat het, dat het iedereen schouders keihard onderzet. En dat het wij gevoel beheerst binnen het stadium van Roda en binnen de, binnen de muren. En dat wij als team zich presenteren in alle opzichten. En dat we dat ook uitstralen. En dat, het, dat we alle neuzen gewoon één richting heen gaan. En moeten juist de juiste weg gaan vinden en krachten bundelen om, om die stap kunnen te kunnen maken. Maar nu begint u over iets meer dan twee weken begint, begint de voorbereiding al. Het team wat u dan heeft, zal nog niet compleet zijn. Hebt u wel al uh, uw voorkeur uitgesproken voor nieuwe spelers? Nou, eigenlijk uh, zijn we zo ver uh, nog niet gekomen. En uh, ik wil het op eerste instantie heel grondig ev evalueren de afgelopen seizoen. En de huidige situatie binnen de Roda en binnen, binnen de selectie van Roda bedoel ik. En, uh, en dan op basis daarvan gewoon ook conclusies trekken naar de, naar de, naar de toekomst toe. En uh, ik vind dat dat ook nodig is. Want we moeten even goed kijken uh, wie allemaal uh, weg is gegaan. Wie allemaal weg uh, gaat of wil gaan. Uh, wat overblijft. Uh, en dan op basis daarvan ook uh, uh, eigenlijk pas dan uh, conclusies uittrekken. Wie we nodig hebben. En uh, wat de mogelijkheden zijn om iemand te gaan halen. Dus het is wel. Uh, Daarvoor al een grote klus om even de situatie goed te schetsen voordat we überhaupt wat daarover kunnen doen. want u weet, ik neem aan dat dat ook bij de onderhandelingen ter sprake is gekomen, dat het budget is beperkt, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Middelen weten we allemaal en dat maakt nog extra uitdagend. En daarom zeg ik ook. Uh, daarom, is het daarom is het nodig om even uh, werkstructuur en, uh, en al die randzaken uh, gewoon goed voor elkaar te hebben, want we zullen wel ergens mee moeten compenseren de tekortmiddelen uh, die, die u net uh, schetst. Dus uh, uh, teamwerk en uh, wijgevoel en uh, al die dingen dat uh, goede werkstructuur en uh, al die dingen moeten gewoon uh, zorgen dat we dat we die tekortkoming in middelen uh, kunnen compenseren. En dus uh, Daarom uh, kunnen we gewoon ook geen fouten maken in, uh, in, in onze keuzes. Maar je hebt Roda natuurlijk uh, ook al een aantal keren bekeken. U weet natuurlijk ook waar, waar, waar echt behoefte aan is. Bijvoorbeeld, dan denk ik, een nieuwe een, 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 een spits. Uh, kijk, als je met clubtopscorer met zeven doelpunten wordt, dan denk ik, ja, dan heb je toch echt wel een, uh, iemand uh, nodig die, die het gaat afmaken. Ik neem aan dat daar misschien wel de eerste prioriteit naar uitgaat. Nou, kijk, we hebben in grote lijnen natuurlijk daarover ook gesproken. Laat even duidelijk zijn. Maar ik wil alles stap, stapwijze gewoon uh, bewandelen. En ja, uh, dat is ook natuurlijk uh, overgesproken over de spitspositie. Uh, natuurlijk is dat ook zo. Alleen zoals ik net zei, laten we eerst even stap per stap uh, nemen. Uh, zodat we ook uh, niet stappen over gaan slaan. Want uh, in het verleden uh, heb ik begrepen dat dat wel. Uh, uh, dat geval was geweest. Dus uh, dan moeten we in ieder geval nu zorgen dat we dat niet gaan doen. als we RODA een stap verder willen brengen. Nu komt u van jong PSV. Daar zitten natuurlijk heel veel talenten. Uh, er wordt ook wel over gezegd: van nou ja, misschien uh, zijn er, zitten er best een paar leuke voetballers tussen die, uh, die bij RODA zouden kunnen passen. Hebt u daar al over nagedacht? Uh, als ik zeg nee, dan lig ik. Maar als ik zeg, ik heb me heel erg daarin verdiept dat, dat niet. En, uh, uh, ja, dat behoort tot mogelijkheden. En uh, ik heb bij PSW heel prettig samengewerkt. En, uh, dus, uh, we hebben enorm goede contacten ook gehouden. Dus in die zin, uh, ik denk dat het, uh, dat het voor PSW ook uh, een interessante optie zou kunnen zijn. U vertelde net. Um, um... Een van de redenen om te komen was dat u zegt: van, Het is een uitdaging om met Roda verder te komen, een stap verder te komen. Maar u, zei, u noemde ook de supporters. U zegt: Ik ben hier geweest, ik heb gezien hoe ze hun club steunen. Um, keek u daarvan op dan? Ja, met name uh, de laatste thuiswedstrijd tegen NAC Breda. En, uh, ik heb uh, heel, heel erg op naar gekeken, moet ik eerlijk zeggen. En uh, Ook uh, ondanks de nederlaag 0-1. Uh, hoe de supporters nog uh, een tijdje na de wedstrijd uh, uh, spelers uh, uh, bedanken voor hun inzet. Ja, gaf mij wel op dat moment uh, een gevoel dat ik wel voor moet gaan om, uh, om, om, om bij Roda uh, als coach te gaan werken. En, uh, uh, en om uit te komen met, met mensen die met mij hebben gesproken. Want uh, op dat moment was ik heel erg van bewust dat, het, dat de steun ongelooflijk groot was. En dat eigenlijk in Breda vrij weinig verkeerd zou kunnen gaan. Want, uh, ik vond dat ze heel veel energie en, en, en power aan, aan de spelers hebben gegeven. Dat ze eigenlijk uh, uh, ja, die klus in Breda gewoon zullen gaan klaren. Uh, en dat is ook gebleken. En uh, ik moet zeggen dat dat een geweldige indruk op mij heeft gemaakt. Je bent u natuurlijk een trainer van de Nederlandse school. Hè? Je hebt hier ook je opleiding gevolgd en de cursussen. Um, dat betekent dat je toch ook redelijk aanvallend bent ingesteld. Kunnen we dat dan hier ook verwachten? Ja, mijn gedachte, voetbalgedachte gaat altijd eerst uh, uh, om uh, proberen gewoon zo goed en attractief en mogelijk en aanvallend te gaan spelen. Kijk, het is wel zo dat wij uh, met Roda vorig jaar uh, Jupiler League hebben gespeeld. En uh, dat, het, uh, dat we naar de Eredivisie gaan. En ja. Dat is een behoorlijke stap uh, uh, in het niveau omhoog. Uh, Roda heeft gewoon het uh, hele seizoen. Ja. Elke wedstrijd hebben we 70% balbezit gehad. We hebben gewoon 70% ook op het speelhelft van de tegenstander gespeeld. Dus uh, om, doordat we gewoon naar de niveau hoger gaan, naar de Eredivisie, dan uh, kun je dat gewoon ook niet verwachten. En dat, uh, dat betekent onmiddellijk ook dat je gewoon niet meer zo aanvallend, niet meer zo attractief, niet meer zo vaak op de spel van de tegenstander en niet meer zoveel balbezit hebt. Maar dat, dat zijn vrij logische dingen. En, uh, dus we moeten zoeken daar een uh, 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 goede, gezonde mix in, zodat we ook weten wat we moeten doen op het moment dat de tegenstander uh, meer balbezit heeft en beter is. Maar uh, voetballende gedachte is ook altijd vanuit een uh, goede en uh, verzorgde spel uh, zich te gaan presenteren. Nou, voor de buitenwacht heeft het op zich lang geduurd voordat Roda een nieuwe trainer had. U weet natuurlijk ook dat er met andere mensen gesproken is en dat u niet de eerste keus was. Heeft dat er nog toe bijgedragen dat hij misschien wat langer heeft geaarzeld? Nee, helemaal niet. En, uh, dat, uh, dat is normaal en niet alleen maar in de voetbalwereld, maar in elke andere zakenwereld. En, uh, ja, uh, clubs waar ik uh, in het buitenland met name uh, als eerste keus was geweest en uh, waar ik ook heel lucratieve contracten kon tekenen, ja, zal ook uh, iemand mijn plaats uh, overnemen. Dus zo gaat het in de voetballerijen en overal, dus uh, dat vind ik ook vrij normaal. Is het dan des te meer reden om te laten zien, want ik ben toch echt nu de goede man op de goede plek? Nee, dat is voor mij niet, zo, niet zozeer een drijf. Ik heb drijf genoeg in mezelf, in mijn bloed en in mijn, in mijn genen. Om uh, vanaf de eerste dag altijd uh, te laten presteren. Dus uh, dat is uh, geen extra drijf om uh, extra te laten presteren. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan.